Ja, Marielle Kalasic, Mark Brijs, hartelijk welkom voor de persbabbel. Ja, op zijn minst gezegd, een wedstrijd waar nadien straks nog een aardig woordje gaat over nagekaart worden, kan ik me voorstellen. Ja, het is gewoon een hele hectische wedstrijd geweest van het begin eigenlijk. En, wij wisten vooraf dat gewoon de tegenstander gaat die enorm op zoek is naar de overwinning, naar de drie punten. Je weet ook dat het hier spookt eigenlijk, dat het gewoon een heksenketel is. Mechelen is een team die met alle macht gewoon wil vanavond gewoon winnen. Ja. Aan de andere kant, ik heb gewoon wel een team en jongens die gewoon ongelooflijk hard werken. Team gewoon die ook gewoon goede gevoel geven dagelijks, dat ze gewoon een stappen vooruit willen maken. We zijn gewoon ook ondanks dat gewoon met vertrouwen gewoon hier naartoe gekomen. Ja, eerste helft was het eigenlijk niks aan de hand. Terecht de rode kaart voor de speler van Mechelen. Hij sloeg gewoon met elleboog gewoon onze middenvelder Olaf Skoulason. Het is ons niet gelukt om dat te uitdrukken in dominantie. Wel in kans. We moesten eigenlijk voorstaan, 1-0, een enorme kans. En we hebben in de rust aangegeven dat het gewoon eigenlijk eruit ziet, dat de scheidsrechter niet echt baas over de wedstrijd is. En dat het gewoon eigenlijk vanuit de tribune gewoon een sfeer overheerst, dat er gewoon dat het een aanzien naar uitziet dat wij ook een rode kaart kunnen krijgen en ook gewoon een penalty tegen. Dat is gewoon een typische wedstrijd. Er zijn een legio voorbeelden daarvoor gewoon geweest in voetballerij. Dat hebben we aangegeven dat we daarop rekening moeten houden, dat we geen risico moeten doen en dat we gewoon volwassen moeten spelen. Een wissel toegepast, wat meer naar voren, Mechelen niet laten domineren meer, gewoon laten zien dat we wedstrijd willen winnen en terecht de penalty gekregen, op voorsprong gekomen 1-0. Ja, en dan is het gebeurd wat eigenlijk waar we gewoon aandacht hebben gegeven in de kleedkamer. We krijgen gewoon en rode kaart en we krijgen en penalty tegen. Ja, en dan weet je gewoon welke weg wij nog moeten bewandelen om te gewoon om te gaan groeien. En daar over die zaken ook en over die facetten in het team. Maar het is gewoon niet erg. Het is gewoon weer iets gebleken dat wij daar een stappen kunnen en moeten maken. Aan de andere kant hebben we weer kansen gehad om voorsprong te uitbreiden voor de penalty. En dat hebben we nagelaten. Maar ik heb een team gezien in ieder geval wel die heeft gestreden tot van de eerste tot de laatste minuut. En daar ben ik gewoon zeer tevreden mee. Mm-hmm. Een 25 minuten met een man meer gespeeld in die eerste helft, dan breng je in de tweede helft Mazoel in om wat meer diepgang te krijgen, vooraan wat meer offensieve kracht. Wie kwam dat te laat? Hoe kwam dat eigenlijk? Sorry. Die kwam even te laat op het terrein, want de wedstrijd was eigenlijk al bezig toen dat ding kwam. Hoe komt dat? Misschien moest hij weer naar het toilet, weet ik niet. Ik heb geen flauw idee. Volgens mij was het sheet of zo, ik weet het niet. Jammer, want in die periode was Mechelen wel ook gevaarlijk, volgens mij in onze 16 meter. Als doelpunt nog is gevallen, dan had ik wel zeker geweten wat het aan de hand was geweest. Mm-hmm. Nu. En dan zeg je inderdaad vanaf dat rood van de Laplace, ja, dan weet je dat Mechelen gaat komen drukken. En dan weet je dat het moeilijk wordt, dat is ook gebleken. Ja, is gebleken. Het is gewoon je ziet gewoon spelers die dat niet hebben meegemaakt. Dan maken ze vanavond even mee. Mechelen, avondje Mechelen noem ik dat. Dan weet je gewoon dat je weet niet meer vanuit welke kant druk komt. Ik heb niet gevoel, misschien ben ik wel partijdig, maar ik heb nu niet gevoel dat Mechelen echt 100% kansen heeft gecreëerd, zeg maar. Echte kansen heeft gecreëerd om die doelpunt te gaan maken. Natuurlijk waren ze gevaarlijk, hebben ze wel mogelijkheden gecreëerd en misschien is mij ontgaan. Volgens mij is wel één keer bal langs de paal, net naast de paal gegaan, over de grond. Maar voor de rest, ja, het is wel een dominantie van Mechelen geweest. Het is wel druk geweest, maar aan de overkant hebben wij kansen gecreëerd om 2-0 voorsprong te komen.
En ja, efficiëntie, we weten gewoon dat dat niet onze sterkste punt is dit seizoen. Maar zoals ik net heb gezegd, ik ben wel content met het feit dat ik wel een team heb gezien die vanaf de eerste tot laatste minuut gewoon ongelooflijke strijd heeft geleverd. En een punt komen pakken op Mechelen, dat is ook niet iedereen gegeven. Veel succes de komende weken, want jullie hebben een programma met Anderlecht en Lokeren, dacht ik dat die naar jullie komen. Zware opdrachten, sterkte in die wedstrijd. Dank u wel. Ja, Mark, welk gevoel hou jij van die wedstrijd over? Een heel ander gevoel. Met verbijstering luister ik naar mijn collega. Ik denk dat wij de wedstrijd aangevat zijn om die te winnen. Ik denk als enigste partij trouwens. Valt die rode kaart, ik moet de beelden nog zien. Het is onidisch om dat te doen, maar de vierde scheids was daar zeer duidelijk in felling om rood te geven. Dus moet je snel met 10 mensen verder en dan is het... Dat is de verdienste, denk ik, dat wij die dominatie behouden, dat wij zijn blijven zoeken naar dat doelpunt, ondanks dat wij met minderheid zaten. Tweede helft wordt er inderdaad een wijziging gebracht. Gaat de tegenstander met 3 achterin spelen, ligt er heel in linkerkant open en hebben we daarop proberen te voetballen. Ik had angst dat wij vooral energie tekort gingen komen door het vele verbruiken die eerste helft. Gebeurt dat die penaltyfase, ik heb de beelden nog net kunnen zien, inderdaad, is een hensbal. Eigenlijk een cadeauverpakking dat we dat doelpunt weggeven. Dus kom je 0-1 achter tegen 11 mensen met 10. En dan heeft deze groep toch nog de veerkracht getoond om te blijven voetballen. Een collega heeft het niet gezien, maar ik heb toch 5 goede kansen genoteerd tegenover eentje van hen. En dan gebeurt die scheidsrechter, wordt gekwetst, juist op het moment dat wij in een goede sterke periode zaten, in een flow. Waren we even boos op de scheids uiteraard, omdat die dat afbrak. Maar alle respect voor zijn blessure trouwens. Hervat en dan inderdaad komen we terecht met een terechte penalty. Die wordt geduid door de assistent, de scheids heeft dat niet gezien. Dan komen we dan terug op 1-1 en dan hoop je en denk je en verwacht je dat je er ook nog overstapt. En dan missen we eigenlijk die kans van Jaime Ruiz, waar de bal tergend traag voorbij die verste paal rolt. En dat is eigenlijk het moment of het keerpunt had dat kunnen zijn om ons toch die 3 punten te gunnen, waar we inderdaad zeer naastig en naar op zoek zijn. Dus ik denk dat wij 2 punten hier vandaag verloren zijn. Uiteraard ben je blij dat je het nog wel recht zit met 10 tegen 11, met 0-1 achterstand. Dus dat is de verdienste. Ik denk dat de groep nog maar eens enorm hard gestreden heeft. Enorm nog maar eens de buigzaamheid heeft getoond voor weer eens een zeer bizar scenario. Mm-hmm. Je brengt Alibek in de plaats van Gomzi, dan die Alban op die linksachter gaan spelen en die trekt dan goed zijn streng. Dus eigenlijk een goede wissel geweest. Ja, de intentie was vooral dat die Alban veel meer naar voren gericht is om daar met Dennis, die toch zeer provocatief kan voetballen, om daar iets te forceren, dan gesteund in zijn rug door Diabang, die er eventueel kan overgaan, die dat veel meer in zich heeft dan Antonio Gomsi. Dat was de keuze. Ik denk dat de drie invallers met Alessandro Cordaro en met Jaime Ruiz, dat die wel wat spankracht, wat actie brachten. En het is jammer dat we die dat niet in een overwinning hebben kunnen omzetten. Dus ook jij blijft een beetje met een dubbel gevoel zitten bij die 1-1. Achteraf bekeken zeg je, gezien de omstandigheden, gezien de wedstrijd, mogen we blij zijn met een punt, maar ja, dat had misschien ook meer kunnen inzetten. We moeten erin zitten eigenlijk. Hè. Natuurlijk, als je zo'n lange periode met 10 mensen moet voetballen, dat je dan ook dominant moet voetballen, tegen een tegenstander die beletten, enkel beletten om te voetballen. Ja, dan, dat kost veel energie, dat zorgt voor zeer veel bewegingsvoetbal. En dan heb je angst dat zich gaat wreken. Als je dan ook nog 0-1 achterkomt met die domme penalty, ja, dan weet je dat het moeilijk gaat worden. En dan is het knap, is het lovenswaardig dat deze groep zich toch terugbokst in dergelijke moeilijke omstandigheden. En moet je deels blij zijn met dat punt. Anderzijds, ik denk als je
de kansen naast elkaar gaat liggen in de wil, in de intentie, in het balbezit, dat er toch maar één elftal had mogen winnen vandaag. Dan kunnen ze kracht uitputten voor de komende weken, want moeilijke 3 weken die er nu voor komen. Uit op Standaard, uit op Lierse, dan thuis tegen Anderlecht, dat is geen Sinterklaasgeschenk. Nee, maar dat is geen enkel wedstrijd. Hè. Ik denk, dat was het vandaag ook niet. Zulten is een goed elftal dat ook onder zijn waarde staat geclasseerd. Dus dat was ook zeker geen geschenk vandaag. Dat is het nooit. Ik denk dat wij van week naar week moeten leven, kijken en overal onze trachten, onze puntjes te nemen waar het kan. En of dat nu op Standaard is of op Lierse, whatever.